Ahead Eagles op zoek naar de eerste punten. Feyenoord in de achtervolging voorlopig. Al gaat uiteraard ook nog wel de discussie. Wat zijn nou precies de concurrenten? Zijn dat Ajax en PSV om de titel? Zijn dat meer Twente en AZ voor alles wat daarachter zit? Maar goed, dat zal Feyenoord uiteindelijk zelf af moeten gaan dwingen. U ziet de opstelling van Go Ahead met daarin wel wat wijzigingen. Dels terug van een schorsing. Fernandes is juist geschorst. Daar staat Lindhorst in de basis. Hij vanaf de aftrap erbij als linksback dus. Met Hansko, die daar in de vorige wedstrijd nog stond, nu in het centrum. Zo heeft Slot toch wel weer een probleem met Geertruida, die dus vandaag ontbreekt. Dat betekent Pedersen rechtsback en het middenveld dus met Kukcu, Timber en Szymanski. Toch risicovol opbouwen dit. Het had Feyenoord op zich wel goed gezien. Net opgelost door Go Ahead. Bjørkan, gehuurd van Hertha. Overkomen eigenlijk van Boroglind. En dan de Bakker mee naar voren. Ook Itzes, dan de centrale verdediger, voorin te vinden. Daar gaat de bal naartoe. Itzes helemaal vrij. Het terugkoppen, het schieten en die bal valt erin. Go Ahead leidt met heel veel mazzel. Maar Lindhorst is degene die denk ik het doelpunt op zijn naam gaat krijgen. Het was wel een heel fraai ingestudeerde vrije trap. Alleen hoe die erin vliegt, ja, daar komt wel wat geluk bij kijken natuurlijk. Lindhorst kan net niet verlengen. Bjørkan, Kukcu, Szymanski, Wallemark. Schot is hard, maar net over. Een bal van Kuipers. Naar wit, maar de bal is voor Adekanje. Rommens, Del, ja, er was opeens een ruimte voor hem. Adekanje, die vindt geen ruimte om uit te halen. Dat zag er wel heel dreigend uit. Del verdedigt, Lindhorst. Adekanje krijgt hem voor en het doelpunt. Het is Lidberg en het is 2-0 voor Go Ahead. Een start waar vrijwel niemand rekening mee had gehouden. Niet de Feyenoord-fans, maar toch ook niet de meest optimistische Go Ahead-supporters. Binnen het kwartier 2-0 voor Go Ahead. Adekanje, weer zo'n voorzet. Ja, weer zo'n voorzet. En Kuipers krijgt hem er niet in. Dat was nog een serieuze kans. Trouwne. Te hard. Oh, maar kan nog wel binnenhouden. Ja, dan kan hij erin ook. Zo maak je van een iets te harde paas nog een goede voorzet. En maakt Danilo er 2-1 van. Knap werk. Met name van Wallemark. Om die bal überhaupt nog binnen te houden is 1. Maar dan ook nog zo perfect bij Danilo te krijgen. Maar dan kan je naar Lidberg. Randje buitenspel. Voorlopig mag hij door. Lidberg kapt. Lidberg kap nog eens. En Lidberg schiet best hard. Lijkt me niet ergens de mogelijkheid om ook nog over te spelen. Maar terug van Hansko weg. Hansko is snel. En houdt daarmee Lidberg in ieder geval nog wat op.
En daar is geen doelpunt. Omdat Dan Lange dat nog net voorkomt. Maar Go Ahead laat zich zo ver terugzakken nu. Dat het tegen dit Feyenoord echt wel om moeilijkheden vraagt. De bal draait goed voor en wordt ingekopt op zeer fraaie wijze. Wallenmark, de man van de assist. Die er mag zijn. En daar is hij weer. Want dat is nummer 5. En dat is voor de nummer 9 van Feyenoord toch een hele aardige start van het seizoen. Uitvak kan zich al meer laten horen. Szymanski. Vrije trap. Kutsjoe. Een aardig tempo naar die bal toe. Kutsjoe. In de andere hoek. Ja, De Lange heeft hem. En de rebound er ook niet in. En nog een keer. En nog een keer. Dat zijn 4 kansen in 1. En de keeper van Go Ahead is de grote uitblinker. Ja. Moest hier de uitblinker zijn om Feyenoord van de voorsprong te houden. Wat een geweldige vrije trap van Kukçu. En wat een geweldige redding van De Lange. Ja, 2 wissels met een verhaal. Zijn verhaal is natuurlijk intussen zeer breed uitgemeten. Want hij zou naar de Graafschap gaan. Had zelfs zijn vliegticket voor hem betaald. Om over te komen uit Sheffield in Doetinchem te gaan voetballen. Maar uiteindelijk besloot hij na het landen in Nederland om toch maar voor Go Ahead te gaan voetballen. Heeft hij intussen wel beloofd dat ticket terug te gaan betalen aan de club uit Doetinchem. En dit is een eredivisie debutant bij Feyenoord. 18 jaar is hij. Memorial Benita. Szymanski, volgende kans Feyenoord en daar is Deelroosen met de 2-3. Feyenoord heeft het vanaf de 2-0 van Go Ahead uitstekend opgepikt. Maakt mooie doelpunten en staat nu voor. Timber. Wel wat ruimte gevonden voor het schot door Wallenmark, maar daar kreeg je ze niet helemaal lekker. Nou, Bert van Marwijk en Paul Bosveld natuurlijk allebei ook een uitgebreid verleden bij Feyenoord en dus bij Go Ahead. Timber kan er net niet helemaal langs. Lidberg. Markelo. Maar kan zelf blijkbaar de bal als laatste. De jonge fan imiteert meteen de gebaren van Markelo. Laten we even hoe snel ook de jeugd dat al overneemt van de profvoetballers op het veld. Benita zit ernaast. Kuipers heeft de tijd, heeft het overzicht. Nee, dat doet hij niet goed. Er stonden er 4 voor het doel van Go Ahead. Strakke voorzet, Danilo. En daar is bijna nummer 3. En daar is wel kramp, volgens mij. Maar lijkt hij in ieder geval te maken. Ja. Daar schiet iets in. Idrissi komt voor hem. Szymanski. Schot is lekker. Oh, is lekker. Is heerlijk. 2-4 op weergeloze wijze. Hij was slim bij zijn vorige doelpunt. Snel opstaan, die bal erin koppen. Hier toont hij zijn
feilloze traptechniek. Sebastian Szymanski. Binnen gedaan van Timber. Idrissi probeert het zelf. Oeh, de lange komt ermee weg. Trauner. En tot twee keer toe in de kluts Lidberg. Ja, Lidberg. Benita, goede sliding. Ja, goede sliding. En dan is het dus een corner en geen 3-4. Daar was de spits opeens. Kuipers, dat is nog goed. En daar is toch nog de 3-4. Edvardsen. Het lijkt allemaal te laat met nog tegen de tijd dat die aftrap is genomen. Waarschijnlijk een seconde of 20 op de klok. Het komt te laat. Feyenoord wint. Na een dramatische start en misschien een niet al te best einde. Toch met 4-3 in Deventer. Wanneer kregen jullie het vertrouwen eigenlijk terug in de wedstrijd? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik had er ook met Quinten over in de wedstrijd. Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat er niks te falen viel hier. Maar ja, we beginnen slordig. Dat is nooit lekker, 2-0 zo snel op achterstand. Maar ik denk dat we dit jaar en vorig jaar ook vooral hebben aangetoond dat we veerkracht tonen. En uiteindelijk blij met overwinnen. Ben je eigenlijk onzeker geweest deze wedstrijd? Dat je dacht, oh jee, 2-0 achter. Ah, ik weet niet of ik het woord onzeker wil gebruiken. Maar het is natuurlijk niet lekker als je uit naar Go Ahead moet. Een heel fanatiek stadion. Dan wil je zorgen, en ze hebben na 4 wedstrijden 0 punten. Dan denk ik niet dat ze met overdreven veel zelfvertrouwen in de wedstrijd starten. Ja, als ze dan een kwartier 2-0 voor staan, dan weet je dat elke vrije trap, doeltrap, bal die lang naar voren geschoten wordt, met gejuich begroet wordt. Dus je geeft gewoon de tegenstander veel te veel energie. Maar dan vind ik het wel heel mooi om te zien als ik ons heb zien voetballen. Want het is de laatste weken best veel gegaan over hoe lang duurt het voordat ze goed voetballen. Nou, ik heb ons vandaag, behouden ze het eerste kwartier, uitstekend aan de bal zien spelen. 4 goals, 2 of you. What was the most beautiful goal? I would say the first one. Yeah, that you know came also bring the team back with the spirit. So yeah, it was good good cross from Patrick as well. Yeah, top. I like it. Yeah, I like it too. Top. I like it. So. Wat was dat een wilde 2-0 voorsprong? Ja, dat, op deze manier kun je het zeker benoemen na afloop, ja. Maar? Ja, die wilde was ook voor de rust alweer weg. Nou is het wel zo dat je nog steeds puntloos bent. Dan kan er een beetje iets gaan ontstaan in de club. Maar ik heb een beetje het gevoel, na wat je vandaag hebt laten zien, dat ze eigenlijk hartstikke enthousiast zijn, die supporters. Dat ze denken, dat komt wel. Ja, maar dat komt niet zomaar. En eigenlijk vind ik dat we alsnog, ondanks dat we heel veel dingen van de goede kant hebben laten zien, dat ik ook vind dat we ook wel de goals heel makkelijk tegenkrijgen. En ik vind dat daar gewoon nog meer mannelijkheid en meer agressie in moet liggen. Want ja, voor ons telt gewoon maar één ding. Je moet in de Eredivisie blijven. En dan is elk moment is er één om uiteindelijk punten te halen en dus ook goals te voorkomen. En daar vind ik, daar gaan we ons wel meer kunnen laten zien vandaag, vind ik.